zijn we weer met een nieuwe Thuisblijf Top 5. Ik kan me voorstellen dat je nog wel eens een beetje zat bent van al het lezen. En daarom heb ik een top 5 non-fictieboeken voor je gekozen. Dan kan je lekker aan de slag. Op nummer 5 staat het boek Computeranimaties maken voor kids. Met het boek en de programmeertaal Scratch bij de hand maak jij de vetste cartoons. Mooi, nu heb je dus een coole animatie. Maar deze wil je natuurlijk ook aan andere mensen laten zien. En daarvoor komt nummer 4 van pas. Website maken voor kids. In dit boek leer jij zelf een website bouwen. Met de programmeertaal, HTML en CSS. Op nummer 3 staat een boek voor iedereen die dol is op computerspelletjes. Met dit boek ga je namelijk zelf een computergame maken. Met zo'n eenvoudige stappen leer jij dus je eigen spel maken. Hou je meer van knutselen, dan is dit boek wat voor jou. Namelijk robots bouwen. Met allerlei producten die je gewoon thuis kan vinden, ga je zelf aan de slag om een bewegende robot te maken. Het laatste boek van deze reeks is eigenlijk wel het coolste. Dat is namelijk je eigen app bouwen. Hoe cool is het om je eigen app te laten zien op een smartphone? Je gaat aan de slag met de app App Inventor en daarmee bouw jij je eigen app. Hey, heel veel plezier met deze tips. En mocht je dit nou heel leuk vinden, kom dan een keer, als de bibliotheken weer open zijn, naar de Biepfabriek. Want daar doen we meer van dit soort dingen. Tot de volgende keer!